heb echt een probleempje. Ja, dat valt wel echt tegen nu op het moment. Toen zag ik ineens dat hieronder is de leiding van mijn waterput. Die is van open bloot hier zo. En dan ineens, nu, een beetje op 3 of zo, zie ik dit. Dus er komen zoveel problemen op het pad. Ja, dat wil echt afzien. Fuck. En dan die zit allemaal kloppen. Soms voelt het echt als een uphill battle. Het is deze dagen koud in Zweden en ik heb daarom heel veel hout nodig om te stoken. Een paar kruiwagens vol, minimaal. En ik heb natuurlijk heel veel vurenhout gekregen via Söder, maar dat brandt zo gigantisch snel op. Over de buis die zo open en bloot lag, heb ik uiteindelijk gewoon een heel stapeltje met oude verhuisdozen gelegd en een paar planken. Als de sneeuw er dan bovenop ligt, hoop ik dat dat genoeg is voor deze koude dagen om de leidingen niet te laten bevriezen. Ik zal later in de vlog laten weten of het uiteindelijk gelukt is of niet. Dit is hoe mijn dag begint. Ik breng een kruiwagen hout naar binnen. Die stukjes hout moet ik eerst in hele kleine stukjes hakken om de vetspies en de verwarming aan te steken. Nee. Nee. Niks ervan. Je gaat niet mijn yoghurt stelen. Weg. Als ik nu niet dit doe, dan springt hij gewoon met zijn gezicht in de yoghurt. En dan, ja, ben ik mijn yoghurt kwijt. Thuisje pakje. Doei, tot zo. Soms word ik er een beetje moe van. Heel lief hoor, maar ik wil soms ook even lekker een beetje kunnen genieten van mijn ontbijtje zonder dat Michel Kat met zijn neus er ineens in gaat zitten. Hij ren net zo toen ik eventjes mijn telefoon pakte voor een timelapse naar binnen. Sneller dan ik kon denken. En hij zit nu voor de tweede deur te wachten. Het is ook niet geloven. Voor het weet zit hij binnen. En binnen no time zit hij op de tafel en dan wil hij aan mijn yoghurt. Maar dat gaan we echt niet doen. Wie is de sneller? Jij of ik? Ja. Verloor je even aandacht. Kijk. Gaan we hier langs. Ik zet jouw bakje met eten gewoon even binnen. Oké, okay, ik zal het binnen eten. Kijk, dan pakken we toch wel bakjes. En dan zorg ik ervoor. Ah, dat jij niet van zijn boven. Kijk, ze wil dan ook heel vaak naar. Hij wil dan ook heel vaak naar boven dat slapen. Maar hij heeft al een keer gepoept binnen en ik heb nog geen gritbak. Ik weet ook niet of ik dat wel wil. Het is me allemaal een beetje overkomen. Het is een hele lieve poes, maar het is me allemaal een beetje overkomen. Kat eigenlijk. Ik zet deze even binnen neer, Micha. Kijk, gezellig binnen eten. Gaan we samen ontbijten? Kom maar. Kijk, als hij nu dus gewoon gaat slapen, hier heeft hij gepoept. Daar zo. En als hij nu gewoon hier gaat slapen ergens, dan wordt hij een keertje wakker. Dan denkt hij, oh, die deur zit dicht. En ik weet niet waar ik heen moet. Ah, dan schijt ik maar even hier. Daar heb ik natuurlijk geen zin in, hè. Kijk, dan mag ik even hier eten. Deuren dicht. Pff, het ochtendritueel is wel intens, man. Het is heerlijk om hier te wonen. Maar we moeten wel het voor over hebben. Hout hakken. Kou.
En nou ja, als je een theetje wil, dan doe je dat zo. Op de vetspies. Duurt vet lang. Maar dit is wel vet lekker trouwens. Ik heb nu een ritueel voor gemberthee. En dan laat ik die de hele dag zo staan op het fornuis. Op de vetspies. En dan doe ik de hele tijd stukjes gember erbij in. En dan krijg je vet sterke gemberthee. Heel lekker scherp. En dan kan je dus die overgebleven gember lekker in mijn ontbijtje de volgende dag. Super lekker. Beetje extra. Hoewel ik Misha Kat brokjes heb gegeven, wil hij gewoon eigenlijk heel graag yoghurt. En hij laat het merken ook door weg te lopen. Maar ja, hij heeft geen andere keus. Dus peuzelt hij later toch lekker eventjes zijn brokjes op. Nee, je mag niet meer... Je mag hem later uitlikken. Je mag hem later uitlikken als ik klaar ben. Ik moet ook eten. Ja, nu brokjes. Uitlikken zo'n toetje. Dan gaan we weer naar buiten hoor. Volgens mij is dit een beetje hoe het is om kinderen te hebben. Er zit een beetje een stukje van hoe dat werkt. Mijn bordje is leeg. Kijk eens wie er al aan het wachten is tot mijn bordje leeg is om hem uit te likken. Heb je wel zin in hè, Misha Kat? Nou. Ja, geduld, even geduld. Sinds de eerste keer dat ik Misha Kat mijn restjes yoghurt liet oplikken, is er iets in hem veranderd. Alsof hij een beetje verslaafd is geraakt aan de restjes yoghurt. En als het eerste kruiwagentje voor het ontbijt en de thee is opgestookt, is het tijd voor het tweede kruiwagentje. En met de tweede stook kan ik beginnen met het editen van datgene wat je nu in het kijken bent. Ah, dit is echt het mooiste stukje uitzicht wat ik hier heb. En hier is dus mijn atelier. Dus ik wil op een gegeven moment daar dan een soort chillplek maken. Zo. Helemaal glas maken daarin. Een tweede verdieping. En dan zie ik dus dit zo. Als ik eventjes wil uitrusten tussen het schilderen door. Als dit uiteindelijk mijn atelier dus is. Nou ja, nu ga ik dan, als nu de kachel een beetje stookt, ga ik dus editen. En ja, dat is, daar begin ik de dag ook mee. Dus eerst de kachel stoken. Dan editen. Dan eten. Dan een beetje editen. En dan meestal schilderen. Maar ik wil even extra hout pakken. Want het gaat er snel doorheen nu het zo koud is. Ik moet er flink opstoken, vooral aan het begin van de dag. Het was toen ik wakker werd 10 graden binnen. Nu is het 11. Even gestookt. Ik wil het wel zeker 17 graden krijgen. En nu ben ik klaar om met een kopje koffie van de vetspies de eerste stukjes van dit filmpje te editen met mijn zoon aan mijn zijde. En ja, ik edit de filmpjes dus helemaal op mijn telefoon. En nu is het tijd voor een wandeling. Maar dit keer een wandeling in de sneeuw. Dit was dan wel gisteren al. Hoor je dat? Klinkt als een tak die aan het kraken is. Misschien eraf breekt vanwege de sneeuw. Of het is een specht. MUZIEK
heb het al vaak gehad over dat je hier niks hoort. Of heel weinig. Maar dit, wat je nu hoort, is echt niks. Ik hoor letterlijk alleen de hele kleine sneeuwvlokjes neervallen. En dat is nauwelijks geluid, maar je hoort het omdat je verder echt helemaal niks hoort. Al het geluid wat er dan al was, dat wordt al geabsorbeerd door alle sneeuw die er nu ligt. Ik zie hier mensensporen en hondensporen die kant op lopen. En ik zag vanochtend iets heel vreemds voor mijn deur. Ik zag sporen naar mijn huis toe lopen. Mensensporen. En het begon eigenlijk zo dat ik wilde dus Misha Kat wat eten geven. En ineens is het bakje weg. En ik denk, hé, waar is het bakje nou? Ik zoek het, kijken. Op een gegeven moment zie ik het bakje zo op de leuning van de veranda staan. En ik denk, hé, hoe kan dit? Dat heb ik zelf niet gedaan. En toen zag ik dus ineens mensensporen, vielen me op. En ik denk, hé, waarom loopt iemand hier naartoe om dat bakje weg te leggen? En later zag ik hondensporen. En als ik zo meteen weer terug ben, dan wil ik het even laten zien als er nog sporen van over zijn. Vast wel een beetje, maar ik hoop ook nog genoeg om het een beetje te zien. Want het blijft gewoon wel een beetje sneeuwen en zo. Maar nu ik zo aan het wandelen ben ineens, denk ik, oh ja, dat is het. Besef ik me ineens wat er gebeurd is waarschijnlijk. Heel grappig. Sporen in de sneeuw kunnen je een heel raadsel geven. En ook kunnen je een heel verhaal geven voor wat er mogelijk gebeurd is op dat moment. Ik ga het zo meteen verder laten zien. Als ik weer thuis ben. Kijk eens. Even kijken of de sporen er nog zijn. Dit zijn hondensporen. Die zag ik niet als eerst. Hier zijn allerlei sporen van de thumbnail. Dan ging ik zo zitten daar. Daar zo. Met mijn blote voetjes. Kijk. En hier zie je al die hondensporen. En deze sporen zijn niet van mij, want ik ben nog niet die kant op gelopen naar mijn huis. Hier zie je ook sporen lopen. Die zijn ook niet van mij. En tussendoor zie je allemaal hondensporen. Dus moet je je voorstellen, kijk hier, ook mensensporen. Terug je hondensporen. Hondensporen. Die zijn ook niet van mij, die sporen. Dus moet je je voorstellen dat ik net mijn deur uitkwam, hier. En dat ik kijk. En ik zie ineens het bakje niet meer staan. Kattenbakje, etenbakje. Ik zoek hem. Hier is hij neergezet. En hij stond hier. En ik snapte er helemaal niks van. Ik snapte er zo helemaal niks van. Dat ik dacht, ik ga het niet eens vloggen. Want ik was helemaal flabbergasted. Wat ik denk dat er is gebeurd. Kijk. Iemand die met de hond. En de hond die ging zo. Die ging eerst, die kan natuurlijk op. Een beetje rondzoeken die hond. En die mens erachteraan. En die hond begint zo te eten van het bakje van Misha Kat. En die mens die pakt het. Nee, mag niet hond. Mag niet hond. Leg weer terug. Leg weer weg. Kom, we gaan weer weg. Zo zijn ze weggelopen. Dus ik denk dat dat is gebeurd. Maar het is heel raar. Op het moment dat ik dat zag, dacht ik, wie de gaat nou zomaar ineens mijn bakje pakken? Mijn etensbakje van Misha Kat. En dat van daar naar daar neerleggen. Het is heel lang één groot mysterie geweest. Maar nu, detective Daniel heeft het en hem al ontdekt hoe het zit. Ja, dat is altijd leuk. Het mysterie van sporen in de sneeuw. En wat voor verhaal er allemaal achter kan zitten. Ik probeerde ook zoveel mogelijk van de laatste spulletjes uit mijn verhuisdozen en van de vorige bewoners op te ruimen. Maar ik liep tegen een heel groot probleem aan. Dit zal ik zo meteen uitleggen. Wat wel heel leuk was, was dat ik nog steeds heel veel nieuwe mooie spulletjes vond die de vorige bewoners hadden laten liggen.
Maar in deze tas vond ik een paar hele gave dingen. Echt, en die dingen die precies op je zo'n tas horen. Allemaal oude klokken. Allemaal oude wekkers. Kan ik vast nog wel iets moois decoratiefs mee doen. Maar uiteindelijk wil ik die tas gewoon gaan gebruiken, denk ik. Dat is een mooie tas. Als die niet heel snel uit elkaar valt. Die moet ik ook nog een keer gaan testen, hè. Ik ben even nog deze kasten aan het kijken, wat er allemaal in zit. Want ik had er nog niet echt goed in gekeken. Maar ik vind echt super gave dingen allemaal. Kijk, deze heb ik er net uitgehaald. Hele mooie vaas. Super mooie objecten. En dit is ook, maar deze stuk. Ja, dat zou een gezichtje zijn. Nou ja, die is een beetje kapot. Dit zijn hele bijzondere glazen, heb ik gehoord. Deze. Een soort designglazen of zo. Nog meer bijzondere dingen die ik allemaal een plek moet geven. Luxe probleem. Wel heel cool. Kijk, dit soort dingen krijgen gewoon een mooie plek in het huis ook. Ik ga even met die stoel mooi daarnaar kijken. Ja, heel mooi. Mooi. Nu kan ik er mooi naar kijken. Ik kan er mooi zo hier zitten en zo mooi naar kijken. Mooi decoratief. Mooi kijken. Ik kan er zo mooi naar kijken. Kijk nu naar dit object. Mooi. Je bent mooi. Dit lag hier ook allemaal. En deze heb ik dus ook net in diezelfde kast gevonden. Dat is het voor een kaars. Super gaaf. En zo vond ik nog veel meer mooie spulletjes in deze kast. Maar het probleem waar ik het eerder over had, was dat de dagen zo ontzettend kort zijn hier in Zweden. Omdat het winter wordt. Ik wist dat natuurlijk wel, maar ik had er niet rekening mee gehouden dat het zo ontzettend kort was. Want, nou ja, de zon gaat ongeveer om 8 uur op. En hij gaat al onder vanaf 1 uur of 4. Nou ja, ik wil ook nog schilderen. En 's avonds eigenlijk de boel opruimen. En ja, dan is het natuurlijk pikdonker. Oude knikkers. Waar zijn het oude knikkers of zo? Wauw. Mooi zeg. Het is heel mooi in een bakje ergens. Ben ik? Kijk, dat ben ik. Iemand gaf me ineens een tip voor zo'n lampje. En toen dacht ik, oh, die heb ik nog wel. Ik zal hem nu even uitdoen. En met zo'n lampje kan ik gewoon wel door blijven werken boven. Want dat was steeds mijn probleem. Ik wil nog heel veel opruimen boven. Maar het lukt steeds niet. Want ja, het is zo vroeg donker. Zulke korte dagen. Maar wat ik dus net ineens vond, was dit. In diezelfde kast. Vet, hè? Deze is zo mooi. Ik vind deze zo mooi. Die kleuren zijn zo mooi. En wat ook heel gaaf is aan dit ding, is, kijk, deze is volgens mij helemaal niet gebruikt of nauwelijks gebruikt. In mijn theepot, die nauwelijks gebruikt is. Meestal zitten er allemaal butsen op en vlekken en krassen. Maar kijk hoe gaaf deze is. Dit lijkt echt zo'n oldtimer auto die gewoon alleen maar in de garage heeft gestaan. En er zit volgens mij, ja, kijk, een briefje in. Hulda's FD Kaffe Kakade Leffe Kakade. Ik weet niet wat dit is. Maar in ieder geval, het lijkt haast alsof ze deze theepot hebben gekocht voor de keuken. De kleuren, of dat ze bijna de kleuren hebben aangepast in de keuken op deze theepot. Dan moet je kijken. Dit is echt fantastisch. Deze kleuren passen perfect bij elkaar. En dan lag hij gewoon in de kast de hele tijd. Ja, dus dat is heel apart. Ik durf hem bijna niet te gebruiken. Ik vind hem bijna te mooi. Die rode werkt ook prima. Hij is wel wat groter dan die rode. Zo, ik vind hem wel echt heel mooi. Ik ga hem in ieder geval een mooi plekje hier in de keuken geven. Of ik hem echt ga gebruiken, weet ik nog niet. Maar ja, het is ook een beetje flauw, hè? Dat dingen zo mooi zijn dat ze niet, om ze niet te gebruiken. Maar zo vet. Hij past gewoon. Hier kijken, die kleuren. Die past gewoon helemaal hierbij. Het zijn helemaal die kleuren van de keuken. Echt super vet. Nou goed, ik zet hem even mooi hier neer. Kijk, dit is hoe meestal in mij eruit ziet, hè? Uit die tijd. Zo, echt super mooi.
En met dit lichtje op mijn kop was ik net een soort mijnwerker die in de donkere hoekjes en grotten van mijn huis probeerde schatten te vinden. Met het lampje zo. Aan mijn hoofd. En zo kan ik nog een beetje dingen op blijven ruimen, zeg maar. Het probleem is ook nog, het licht is dus hier nog niet gemaakt. Ik wil eerst het licht hier nog installeren, maar ja, alles kost tijd natuurlijk, hè. Oh, staan nog boeken ook. Ik heb nog niet gezien. Ik wilde even naar buiten, want ik had nog wat potjes buiten staan. Of ja, van die bloempothoofden. En ik dacht ineens, oh jee, die kunnen nu al kapot vriezen. Want keramiek, ja, kan vaak niet tegen kou, hè. Maar ik wil jullie eens even iets anders laten zien. Iets heel bizars. Ik wilde jullie laten zien waarom klompen niet werken in Zweden. Zie dit. Kijk, is het bizar. Het is een klomp. Dat gebeurt gewoon. Ik wou het net buiten uitschudden. Dit gebeurt gewoon, je kan je niks tegen doen. Dat is binnen no time, is je hele klomp. Oh, fuck. Oh shit. Ik bijna op mijn bek, joh. Binnen no time. Oh, deze dan. Check deze. Dat is nog veel meer. Zo'n stuk. Zo'n stuk zat eraan. En dan valt het er weer af. Dat is een sneeuwpop. Dit zat dus allemaal onder mijn klomp. Moet je nagaan. Damn. Nou, naar buiten ermee. Ik heb nu gewoon laarzen. Het grootste leven waar ik aan was begonnen was nog steeds niet droog en ik kon er dus niet mee verder. Daarom besloot ik om met een paar andere schilderijen te beginnen. Ik maakte 3 onderschilderingen van kleine stillevertjes. Maar ja, deze namen natuurlijk ook heel veel tijd in beslag om te drogen. Dus ik besloot nu om de oude schilderijen uit te pakken die nog niet klaar waren. Dit is alleen nog maar in onderschildering. Ja, volgens mij al wel olieverf ook. Maar, ja. Deze kan ik wel eens oppakken. Maar er zijn al een paar andere hele gaven. Dit zijn schilderijen waar ik in Nederland al mee begonnen was. Sommige was ik al 1,5 jaar mee bezig. En hadden alleen nog maar wat puntjes op de i nodig. Daar heb ik lang niet aan gewerkt. En het is altijd heel lastig om weer ergens een project weer op te pakken als je er lang niet mee bezig bent geweest. Want er is altijd een soort angst dat je het gaat verprutsen of zo, hè? Ja, eigenlijk moet je altijd zo denken, verprutsen kan niet. Want het gaat gewoon om de fun van het schilderen. En het gaat natuurlijk om de fun van het ernaar kijken. Met dit schilderij ben ik 1,5 jaar geleden begonnen. En nog steeds denk ik dat er meer details in kunnen komen. Zien jullie het gezichtje? Oogje, neus, mond. En nog een gezichtje. En nog één. 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 En nog veel meer. En dan de lucht. Deze vliegtuigstreep is een hagedis. Die eet een hagedis. En eet een hagedis. En eet een hagedis. En eet een hagedis. En kennen jullie het fenomeen van het roze olifantje? Als je hem eenmaal hebt gezien, kan je hem nooit meer ontzien. Ik ben met een stuk of 10 schilderijen tegelijk bezig. En het lijkt me eigenlijk wel relaxed om die oude werken nu weer even op te pakken. En ondertussen zet ik het stilleven wat nog moet drogen maar even bij de radiator. Misschien dat die dan wat sneller droogt. Het was prachtig om te zien hoe er binnen een mum van tijd meer dan 15 centimeter sneeuw lag. Maar zo snel als de sneeuw was gekomen, zou het ook weer verdwijnen. Binnen een dag was bijna alles weg. En leek het haast alsof er nooit sneeuw had gelegen.
Kijk, zo had ik het uiteindelijk afgedekt. Hier met wat oude dozen. Verhuisdozen. En daar liggen er nog meer. Een heel stapeltje. Daar hebben we hout opgelegd. In deze plantenbak. Pot. En het heeft heel goed gewerkt, denk ik. Ik weet niet eens of het eigenlijk nodig was. Want die buis daar, die is ook wel warm. Omdat het huis warmte uitstraalt. Maar goed, het is allemaal goed gegaan. Niks is bevroren, wat dan ook. Wat dat betreft is alles gelukkig goed gekomen. En als je, zoals je ziet, alle sneeuw is weer weg. Er is niks meer aan sneeuw. Dus het is een hele warme winter. Ook hier voor Zweden. Ik hoop dat jullie de leuke vlog vonden. Als jullie het leuk vonden, vergeet dan niet eventjes te liken. En als je meer wil zien, dan moet je natuurlijk even abonneren en het belletje aanklikken. En wat ook heel leuk is, is als je even een reactie achterlaat. Want dan kan ik ook weer weten wat jullie ervan vonden. Extra goed. Nou, Misha Kat vond het in ieder geval wel heel leuk. Toch, Misha Kat, of niet? Wil jij ook, net als ik, meer gevoelens van geluk in je leven? Ga dan naar mijn webshop en koop iets moois voor jezelf van mijn kunstwerkjes. DanielDouglas.nl Get higher and higher, hè? Take care. Yeah. It's impossible.